Voorzitter, anderhalve eeuw geleden was Europa de stralende zon van de wereld. We deden de meest ongelooflijke uitvindingen. We brachten de meest adembenemende stedenbouw tot stand. Onze esthetische scheppingskracht bevond zich op een absoluut toppunt. Met pianoconcerten van Brahms, opera's van Puccini en Wagner, poëzie van Rilke en Baudelaire. Terecht blaakten we van zelfvertrouwen. Denk aan de wereldtentoonstellingen van 1889 en 1900. Als je wel eens oude filmpjes ziet, dan springen je toch de tranen in de ogen. Alles was zo ongelooflijk mooi. Stel je toch eens voor hoe de wereld eraan toe zou zijn als onze Europese beschavingsgeschiedenis niet was stukgelopen op onweren van staal. Als we elkaar niet, net als de Atheners en de Spartanen, in een soort Peloponnesische oorlog hadden afgeslacht. Als we niet waren gaan geloven dat de tonaliteit was uitgeput of dat de schoonheid haar gezicht had verbrand. Ja, als ondermijnende ideologieën zoals die van de Frankfurter Schule, zoals de filosofie der Neuen Musik van Adorno of Eros en Civilisatie van Marcuse geen greep hadden gekregen op onze instituties, onze intellectuelen, onze politici. Stel je voor dat de beschaving die begint bij Odysseus en doorloopt tot Ulysses, de beschaving van Augustus, Augustinus en Althusius, van Giotto en Don Giovanni, was voortgegaan. Waar stonden we dan? Dan zag de hele wereld eruit als Amsterdam, Parijs en Rome. Dan waren we nu de nabijgelegen delen van ons zonnestelsel aan het koloniseren geweest. Dan werd iedereen minstens 120, hadden we de erfelijke ziektes uitgebannen en bestond er geen honger op aarde. Een serie ongelooflijke catastrofes heeft onze geschiedenis gebroken, heeft ons van ons pad doen afraken. We bevinden ons te midden van een duizelingwekkend destructieproces. En de Europese Unie is een institutie die, net als eigenlijk alle andere instituties in de moderne wereld, dit verval versnelt, organiseert en faciliteert. Inderdaad, het is een instituut dat over de hele linie transitie tot stand wil brengen. Transitieovergang van het ene naar het andere. Het oude Europa naar het nieuwe. Inderdaad, de Europese Unie is een fundamenteel anti-Europese organisatie in de zin van tegen de Europese tradities, tegen de Europese natieën, tegen onze leefwijze en cultuur. Ze brengt een demografische transitie tot stand bijvoorbeeld, met als gevolg de omvolking van onze samenleving, het einde van nationale identiteiten. Een energietransitie tot stand, met als gevolg een structurele verandering van onze eetpatronen, onze leefpatronen, onze geweldige culinaire geschiedenis, maar ook de destructie van onze middenklasse, de destructie van onze economieën, waardoor wij allen loonslaven, arm en afhankelijk van de staat gaan worden die ons hele leven zal gaan reguleren. De Europese Unie faciliteert natuurlijk ook de gendertransitie die een einde moet maken aan traditionele man-vrouw verhoudingen, aan de traditionele familie, aan het traditionele gezin en het creëren van een nieuwe mens. Maar ook loopt de EU voorop in de gezondheidstransitie met experimentele gentherapie en injecties die de integriteit van het menselijk lichaam op de tocht zetten. De transitie naar een digitaal ID, waardoor geen privacy meer kan bestaan, waardoor elke uiting op het internet gecontroleerd en gecheckt kan worden. Een transitie in de stedenbouw, zoals we zien in die afschuwelijke Europese wijk in Brussel, waar bouwsels die niet van Pyongyang of Novosibirsk zijn te onderscheiden, het oude centrum van de hoofdstad van Vlaanderen overschaduwen. En tot slot, dat moet worden genoemd, zien we de woeker om het oude Europa te eindigen en een nieuw Europa te creëren in de uitgelokte oorlog met Rusland. Omdat Rusland als laatste der Europeanen niet meegaat in dit transitieverhaal. Omdat Rusland blijft staan voor het oude Europa. Het enige Europese land, kortom, dat niet is gezwicht voor de cultuur-marxistische hegemonie waar wij in het Westen al decennia onder gebukt gaan. Dus voorzitter, dat is de staat van Europa. En het mogen duidelijk zijn wat de visie van Forum voor Democratie daarop is.